Welkom bij de Investment Center. Mijn naam is Jack, aflevering 5 alweer aangaande crypto's. Vandaag wil ik jullie eigenlijk graag meenemen in een hersenspinsel wat ik heb ten aanzien van Bitcoin. 2 dagen terug hebben we het open debat gehad, het The B-Word Conference, tussen Cathie Woods, Jack Dorsey en Elon Musk. En het was een mooi debat. Veel dingen opgehelderd vanuit Elon Musk ten aanzien van Bitcoin. Dus al de FUD van 2 maanden aan een stuk tot en met nu. Daar is een hoop duidelijkheid over, want hij heeft natuurlijk een hoop vraagtekens veroorzaakt door middel van tweets en dergelijke. En in het debat kwam sowieso naar voren dat hij pro-Bitcoin is. Dus dat is heel, heel erg belangrijk om te onthouden. Maar hij valt over de... alles heeft een energiebehoefte. Bitcoin ook. Bitcoin heeft... duurzame energie, dat is 40 tot 60% dat gebruikt wordt. En dat is zon, wind, water en vulkaanenergie. En dan heb je nog 30-40% over die aan behoefte wat gevuld moet worden. En dat wordt gevuld met de zogenaamde stopcontactenergie. Dus waar wij de telefoons mee opladen, de iPads, laptops. Nou, daar viel hij nu uiteraard weer over. En niet in die percentage, maar hij gaf het wel aan. En ik was er al een beetje mee aan het goochelen geweest, want het is zeer aantrekkelijk om Bitcoin te minen. Voor meerdere redenen. Er is een Bitcoin schaarste uiteindelijk. Je hebt namelijk maar in zijn totaliteit dadelijk 21 miljoen Bitcoins. Die zijn nog niet allemaal gemined. Dat duurt nog, grove schatting, en correct me if I'm wrong in de comment sectie, 5 tot 8 jaar. Van wat ik begrepen heb, als je er aardig wat geld tegen aangooit met betrekking tot mijnen, nou weet ik niet exact het bedrag, maar laten we eens gek doen. Laten we eens een budget van 100 miljoen er tegen aangooien. Als je er flink wat geld tegen aangooit, dan zou je voor iedere dollar die je investeert een opbrengst hebben van $200. En dan mag ik aannemen dat het op die termijn nog altijd is dat je aan het mijnen bent. En je houdt het netwerk omhoog. Dus je draagt ook bij aan de community feitelijk om hem omhoog te houden. Dus je versterkt ook je positie. En je mind. En het brengt gigantisch op. Dus dat is altijd te denken. Als je 200, dus voor iedere dollar, $200 opbrengst hebt. En dat is veel. Dat is echt veel. Ik bedoel, in vergelijk een Google voor iedere dollar dat die investeren, brengt het volgens mij $10 op. En een vliegtuigmaatschappij, voor iedere 50 cent die ze investeren, brengt het, wat was het, 58 cent op. Dus om de efficiëntie met het rendement, zeg maar, van het minen, als je maar op grote schaal dat aanvangt. Dus ik dacht, Elon Musk, ja, jij hebt toch alles in je bedrijf zitten waarmee je dat toch kunt doen? Niet? Laten we eens gaan kijken. Let op, jongens. Tesla, auto's, nou, die kennen we natuurlijk allemaal inmiddels wel. Solar City, zonne-energiedaken. Dan heeft hij de Powerwall. Dus mocht er een grid failure zijn of een stroomuitval, dan is die batterij, die voorziet je woning 24 uur van energie. Dus daar heb je het netwerk niet voor nodig. Dus dat is er ook. Hij is wat dat betreft, Tesla is al een nutsvoorziening. Bij die zonnepanelen zijn ook allerlei speciale contracten en zo voor diegenen die ze ook daadwerkelijk op hun woningen leggen. Soort bonusregeling en zo. Ik weet niet precies, maar het is heel lucratief. Mocht je aan zonnepanelen denken voor op je dak of op je woning, dan zou ik op zijn minst even daar kijken bij Tesla, uitgebreid menu over en zo. Genoeg informatie om je op te leren of dat het iets voor je is. Dus deze dingen zijn er allemaal al. Maar dan zijn er ook nog de grote batterijen. Kijk, gemaakt voor grootschalige inzet. Elk jaar voegen elektriciteitsnetten over de hele wereld meer hernieuwbare energie toe. Onze gridscale batterijen en softwarebesturing slaan energie op en lever deze om een stabieler en duurzamer elektriciteitsnet te creëren.
We kunnen de levenscycluskosten verlagen en betrouwbare energie leveren aan zowel nutsbedrijven als ontwikkelaars door hardware, software, installatie en service te combineren in één geïntegreerd systeem. Laat er heel even op je inwerken. Dan pak ik heel even de foto weer terug van de woning. Dan gaan we daar heel even op focussen. Om dan terug te komen op Bitcoin en de energiebehoefte en die 30-40% die dan uit de stopcontactenergie komt. Die energie uit datzelfde stopcontact, die maken we aan, maar die maken we te veel aan. Iedere dag, iedere seconde van de dag. Ik weet niet hoe lang, dat heb ik nog niet uitgezocht. Maar daar valt niemand overheen. Die 30-40% die dus nog nodig is om het 100% vol te krijgen bij Bitcoin, komt dus uit overtollige, vervuilde energie. Dus ja, hij heeft gelijk. 30-40%. Maar hij heeft ook geen gelijk. Want die energie uit de stopcontact, die is al aangemaakt. Er is al schade door berokken. Er zijn al bomen voor omgevallen of vissen gestorven, weet ik het. Het heeft een negatief resultaat gekend. Het is al opgewekt. Waarom zou ik dat niet gebruiken? Dus ik vond dat niet zo'n hele sterke case. En dan zeker niet als we dan hier naar deze tekst kijken. Dan moet Elon toch meer weten dan ik. Als ik weet dat er te veel energie aangemaakt wordt, vervuild. Terwijl mainstream gezegd wordt dat we tekort komen en dat we daarom nog vervuilde energiebronnen gebruiken en bouwen. Wauw, moet je eens over nadenken. Wat een narrative in de media, maar ook van Tesla. Elon Musk moet dit toch weten dan? Waarom push je het dan zo? Dan zit ik te denken, ja, dat kan maar om één reden zijn. Dan wil je de mensen nog niet laten weten wat je van plan bent. Hypothetisch dit, hè? Ik bedoel, dit is een hersenspinsel. Maar laten we dit pad even nemen als je het met me eens bent. En laat me alsjeblieft in de commentsectie weten wat je vindt. Dus hij kan heel veel, hij kan alles regelen. Kom ik terug op die dollar, $200. Er zijn geen bedrijven in de wereld die efficiëntie hebben. Dus je kunt ook heel veel teruggeven. En waar doe ik dan op? Op vulkaanenergie. In eerste instantie. En vanuit de teruggifte van die $200 zouden we infrastructuur kunnen doen. Waar doe ik op? Stel nou, je gaat als Tesla, maar dan zou ook een andere partij kunnen zijn die meerdere partijen bij elkaar brengt en hetzelfde trucje wat Tesla in zichzelf, op zichzelf zou kunnen doen. Met andere componenten of met andere partijen samenbrengt. Dus zit je te kijken als bedrijf, denk je van waar zit de kip met de gouden eieren? Nou, ik zal het je vertellen. Dit lijkt mij een aardig gouden idee. Zeker voor Tesla, maar goed. Je kunt dus gaan mijnen in Afrika op vulkaanenergie. Er zijn er genoeg locaties waar de korst niet te dik is. Dan kun je vrij makkelijk impregneren en vulkaan die energie naar boven halen. Dan moet je hem reguleren natuurlijk. Je kunt er verschillende energiesoorten van maken. Het kan een soort van stadsverwarmingachtig zijn. Dat zal in Afrika niet direct nodig zijn, alhoewel. Je kunt er ook wel weer dingen in een woning aansturen. Dus dat kun je er sowieso wel uithalen. En je kunt er uiteindelijk via een dynamo-achtig systeem stroom van maken. Dus de CO2-uitstoot, de carbon footprint van zo'n model is niet al te veel. Alleen de machines die boven de grond staan om die energie eruit te halen. Dat is de enige carbon footprint. Want de energie zelf heeft dat niet. Want het is 100% schoon, natuurlijk. De natuur maakt zichzelf niet kapot. Dat doen wij dus. Lijkt me sterk dat iets wat 100% natuurlijk is, wat je niet verandert met chemische stoffen of wat ook, dat dan ook niet slecht is in uitstoot. Dan is het ook raar, een feitje erbij, wereldwijd gebruiken we van deze vorm energie maar 1%. En je kunt het wereldwijd echt op heel veel plekken gewoon in de grond prikken. Ik denk dat je in Nederland en in België ook best wel plekken hebt waar je vrij makkelijk gewoon door de korst heen kunt en dat je het gewoon achter je tuin zou kunnen doen. Zo'n mini ding. Het zal er ook best wel zijn, maar ik heb mij er nooit echt heel erg in verdiept.
Maar ik vond het wel interessant. Dus deze spinsel heb ik dan. Dus daarom bespreek ik het met jullie. En ik wil nogmaals heel graag weten wat jullie vinden. Of iets aanvullen. Of kan absoluut niet. Weet ik veel. Vul het in ieder geval aan. Ga het gesprek met me aan. Opbouwende kritiek. Informatie. Altijd leuk. Maar we zitten in Afrika. Stel nou dat hij dat doet. Dus je mint. Je mint die bitcoin. Nou, die kun je dus die kun je verzamelen. Dan geef je... Nou, zeg $50 van die 200 geef je dan terug. Dan kun je in bitcoin teruggeven of in fiat currencies, dat maakt dat niet uit. Maar je stopt het in de infrastructuur waar je energiebehoefte uithaalt. Dus waar je de resources van die bewoners op die plek, je maakt gebruik van hun grondstoffen. Dus, en in Afrika is er niet al te veel natuurlijk. Het is al wel hard aan het veranderen, maar het gaat niet hard genoeg. Ik bedoel, 2021, en kijk eens waar het staat. Het is nog altijd gewoon schandalig dat het zo ver achterblijft. En ik vind dat we daar gewoon wereldwijd ook veel te weinig mee bezig zijn. Om je getal te geven, 8 miljard mensen op deze planeet, 4 miljard hebben er een bankrekening en een legitimatie en een kleine 3, 4 miljard niet. Toch gek. Dat is toch, denk er eens over na, dat is toch bizar. Wij zitten de hele dag achter computers en software en weet ik het allemaal, te zeuren over van alles. Te klagen. Dan moet je eens in Afrika gaan kijken. Want dat heeft ook hele rare gevolgen. Hè? Als je dus niet gelegitimeerd bent, dus echt niet geregistreerd. Dan mist ook niemand je als je weg bent. Hè? Je moet eens kijken wat er in Afrika gebeurd is. Al jaren. Jaren. Eeuwen. Want Afrika is een rijk gevuld land qua grondstoffen. Ongekend. En dat wordt al weet ik het hoe lang geplunderd. Op zijn zachtst gezegd. Op zijn allerzachtst. We kennen alle verhalen wel. Van de multinationals die daar komen. Toch? Maar goed, ik dwaalde weer af. Maar ik wil wel graag een punt maken bij deze video. Dus nogmaals, geef het ook zeker een like. En abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je merkt aan mij dat ik een passief persoon ben. En ik ben echt wel voor een betere wereld. Daar vecht ik iedere dag voor. Dat meen ik oprecht. Daarom maak ik deze content ook. Er zijn weinig mensen in de wereld die begrijpen wat er aan de hand is in de wereld. Hoe erg dat het überhaupt is. Weet het woord inflatie kennen veel mensen niet. Ze kennen het woord misschien wel, maar ze weten niet wat de uitwerking is voor hun eigen portemonnee. Voor hun hele huishouden. Ik klaag daar niet over, hè? Maar daarom maak ik dit soort content. Want er gaan een hoop dingen fout. En... Dus daarom, als je dus liked en abonneert, dan help je mij daar in ieder geval heel erg veel mee. En wat ik al zei, reageer ook zeker op de video's. Doe dat gewoon. Ik ben een relaxte kerel, dus ga ook relax met mij om. En dan gaat het zeker altijd goed. Kan best wel tegen een stootje en zo, maar gewoon hou het relaxed, ben ik ook. Terug naar Afrika, want wat ik al zei over die legitimatie en die bankrekeningen. En als je dus niet geregistreerd staat, dan is het vrij makkelijk om iemand van zijn grondstoffen te ontnemen, zeg maar. En dus daarom dacht ik in Afrika, dus dan ga je daar aan de gang. Dus dan pak je dus die $50 van die 200, wat ik al zei. Leg je infrastructuur aan, dus rondom die bronnering. Want je kunt best wel ver vanuit de bron vertrekken. Dus je hoeft niet koud aan de bronnering dan infrastructuur aan te leggen. Nee, je kunt echt al honderden kilometers met die energie weg. Dus je kunt nog een ideale locatie uitzoeken ook. Afrika is groot, maar dan nog als je met honderden kilometers... jezelf nog kunt verplaatsen vanaf de oorspronkelijke bron, is toch knap. Dus hij is een beetje semi-mobiel toch wel. En doordat je dat meer gaat gebruiken, dus dat die 1% die we nou wereldwijd gebruiken, uiteindelijk een keer 10, 15% zou worden na 25, 30 jaar, krijgt er ontwikkeling op. Dan zul je waarschijnlijk versteld staan waar je dan uiteindelijk ook staat met wat je er al mee kunt, hoe mobiel je hem kunt maken. Maar dat is ontwikkeling. Je moet er eerst mee aan de gang gaan. En op het moment mensen begrijpen dat het leven niet meer is dan het oplossen van problemen. Maar je moet daar niet zo tegenaan kijken. Heel het leven is toch een compromis. Je moet toch constant keuzes maken. En sommige keuzes brengen problemen. Wat is ontwikkeling? Vanuit problemen heb je de beste ontwikkeling. Dingen die vanzelf gaan. Dus dat is goed. Dus daarom beschouw het als positief. Dan zul je zien dat oplossingen vinden makkelijker gaat.
Het wordt leuker. En alles gaat makkelijker. Ik haal andere vibe. Komt een hele andere wereld met jezelf terecht. Dat is echt zo. Maar goed, om terug te gaan. Ik dwaal weer af. Echt verschrikkelijk ben ik wat dat betreft. Ik dwaal weer af. Dus met die 50 dollar infrastructuur, wat ik je zei, legitimatie bankrekeningen en die grondstoffen, met name in Afrika dus. Je hebt die mobiliteit. Nou, dan kies je een locatie waar het het meest efficiënt is, economisch gezien, om infrastructuur aan te brengen. Dus dan ga je kijken dat je het in de buurt bij water kunt doen. Het liefst bij een zee. Dat je een zee hebt en nog een inham in je land in, bij wijze van spreken. Dan zou je eventueel nog kunnen graven door middel van het mijnen wat je daar doet. Dus de teruggifte van het geld, een gedeelte daarvan. En dan kun je toch lekker bouwen. Ja, ik weet, het klinkt heel simpel. Maar is het daar niet ook? Ik bedoel, het is er. Alle facetten zijn er. We zitten in 2021. Kijk eens naar Afrika. En waar halen we eruit? Waar halen we eruit bij die mensen? Je zou dus maar geen legitimatie hebben, geen bankrekening. Dus niemand heeft eigenlijk besef van je bestaan. Maar je hebt ook geen recht, want je staat niet geregistreerd. Het is alles een wild dier. Je kan oma Gert nastaan terwijl ik je begraaf. Zonder je legitimatie en bankrekening. Je bestaat niet. Dat is gek, hè? En dan kun je het inderdaad met een boete per jaar afdoen. Betaal je een paar miljard, maar als je er dan 100 verdiend hebt daar. Is gek, hè? Maar het gaat zo. Het gaat zo. En ik hoop dat ik een beetje impact op je heb. En dat bedoel ik echt niet negatief. Maar ik baal hier zo van. Van dit soort dingen. Ik baal van zoveel dingen. Ik ben echt, je weet, je hoort het. En als je andere video's kijkt ook. Ik ben iemand die met heel veel passie en beleving een bepaalde strijd strijdt. En je komt er wel achter. Je zult het allemaal merken wat het is. Equality. Kijk, gelijkheid brengt ontwikkeling. Brengt welvaart. Brengt respect. Brengt normen en waarden. En uiteindelijk ook de flauwe power tijd love. Iedereen gewoon, weet je wel, goed met elkaar. Je hoeft niet de hele dag te knuffelen. Maar gewoon normaal. Gewoon normaal. Dat is er niet. Het wordt alleen maar minder. Dus daar baal ik gewoon van. Dat is echt niet nodig. Dat is echt allemaal niet nodig wat we doen. Dus, ja, daar zat ik een beetje over na te denken. Dus dan kun je infrastructuur aanbrengen. Sowieso is blockchain in Afrika hot. Cardano is daar ook volle bak aan de gang. Die hebben onlangs in Ethiopië 5 miljoen studenten en leraren aan elkaar geknoopt op de blockchain. Dus daar hebben ze nu ook lesstof. En die lesstof op softwareprogramma's. Ze hebben wel iPadjes, ze hebben internet. Dus ze kunnen gewoon in Afrika lekker gewoon online inloggen en zo. Gewoon net zoals hier. En misschien nog wel beter qua software. Sowieso de lesstof is al van een hogere kwaliteit. Want daar leren ze vanaf blockchain. Hun infrastructuur was er niet. Of nauwelijks. Dus daar wordt iets aangelegd. Wat gelijk 2.0 is van hier. Van het westen. Dit is de blockchain. We gaan hier ook naar blockchain. Maar hier duurt het langer. Omdat hier is alles al bestaand. Hier dat je dat omgebouwd hebt. Daar is alles leeg. Dat is één stoffige bruine plek. Met heel veel resources. En natuurlijk, er is al wat ontwikkeling geweest. Maar het is toch helemaal niks. Navenant de resources. Dus daar liggen kansen. En Cardano is erin gedoken. Maar Cardano is al een stuk verder. Zit ook met allerlei governments daar aan tafel. Maar Cardano zit ook bijvoorbeeld met de Europese Unie aan tafel. Jup. Onofficieel dit. Maar ze zitten er aan tafel. Charles heeft daar gesprekken. Dus er is al heel veel beweging. Wat ik al zei, westerse wereld is moeilijk. Want dat is al bestaand. Afrika niet. Maar je hebt ook veel grondstoffen. Dus waarom niet? We hebben geplunderd. Dus hoezo zou je niet teruggeven? Waarom niet? Was daar zo moeilijk aan? Je hebt daar de mensen daar. Ik heb het zelf niet met eigen ogen gezien. Maar ik heb het gehoord van mensen die daar aan het werk zijn en zo. Die al publiek daar aan de gang zijn. En die zien die ontwikkeling dan. Hè? Dus dat mensen niks hebben en dan de volgende dag in één keer hebben ze een telefoon.
Dan hebben ze nog geen bankrekening, maar dan kunnen ze al wel op het internet, want er worden ook mobiele docking stations met draadloos internet en wifi-verbindingen allemaal worden aangebracht. Hè. Dus ik zeg al, er is geen infrastructuur, dus je kunt alles op een 2.0 aanbrengen. Dus alles daar aanbrengen gaat veel sneller als hier. Dus als je dan los bent, ben je heel erg los. Dus de ene op de andere hebben ze een telefoon en kunnen ze dus inloggen op hun studie en ze kunnen naar de school en het onderwijs gaat omhoog. Dan gaat er één keer kei en kei hard natuurlijk. Want zij komen vanaf niks naar 2021 toe. En ze pakken de spullen uit 2021. Maar wij hebben nog allemaal spullen vanaf, weet ik het waar, tot en met 2021 staan die we op moeten bouwen. Om daar te komen waar hun dadelijk al staan. Dus je krijgt een absolute power shift. Wat goed is. Die regio mag zeker meer recht hebben. Maar dat, wat ik zei, dat kun je dus doen met minen. Ook weer met die gekke Bitcoin. Grappig is dat, hè? En je creëert iets. Die mensen die geven iets. Moet je kijken, die mentaliteit. Zijn kei leuke mensen. Zijn hartstikke leuke mensen. Hartstikke goede mentaliteit. Hartstikke goede mentaliteit. Die zijn zo. Ik ben vurig. Ik ben bevlogen, passief. Ook echt vanuit het positieve. Die mensen nog veel erger. Maar er zit ook geen grijntje kwaad in. Die hebben nooit iets gehad. En dan krijgen die iets. Ja. En die snappen dan heel snel hoe iets werkt. En zelfs als een kind van 3 met een iPad, weet je wel. Die kan het uiteindelijk, na 2 dagen kan niet beter dan iemand van 30, 40 kan. Moet je nagaan, een jong volwassene die dat nooit gehad heeft en dan ineens wel. Dat is hetzelfde. Die hersenprikkelen, dat ontwikkelt wel. Tuurlijk. Dus je krijgt sowieso een verandering van economie. De economieën worden daardoor groter. Dus je ontwikkelt daar. Je kunt ontwikkelen naar van hand dat de grondstoffen in die regio zijn. Dus los van geothermal energie maakt in principe niet zoveel uit. Want je kunt tot 500-600 kilometer uit vanuit de bron. Dus op zich hoef je daar nog niet direct naar te kijken. Maar wel naar de grondstoffen, waar de locaties daar dus van. Eventuele posities qua water. Dat je kunt uitvaren en zo. Dus dat je mobiel wordt met je grondstoffen. Infrastructuur, dus woningen, scholen, wegen. Dan heb je iets staan een beetje, denk ik. En zo kun je dat dan uiteindelijk, gaat zo'n economie dan op zichzelf bedruipen. Want dat kun je dan inrichten. Als je dat stedelijk, of je begint met dorpelijke activiteiten te ontplooien. Je laat dat uiteindelijk, je zit dat niet te ver uit elkaar geografisch. Je laat het opgroeien dat zo'n dorp uiteindelijk volgroeid is. Dan kun je dat tussen woningen bouwen. Dat 2 dorpen 1 dorp wordt. En eigenlijk 4 1 dorp. Dan heb je stad. Ze dat een beetje tactisch wegzet. Ook met grondstof en het winnen daarvan. Want wat ik al zei, daar hebben ze daar heel veel. Dan kun je je scholing op de grondstof en zo afstemmen, et cetera. Je kunt zoveel mooie dingen dan maken. Wat ik al zei, met die mindset van die mensen ook. En daarom hoop ik en bid ik bijna. Reageer alsjeblieft in de comment sectie. Zou ik zo fijn vinden. Ga maar alsjeblieft dat gesprek aan. Ik vind het een heel leuk gevecht. Ik vind het gevecht niet leuk. Ik vind het jammer dat het gevecht er is. Maar ik vind het is een hartverwarmende strijd. Ook voor jezelf. Want op het moment dat dan bijvoorbeeld Cardano, daar zit ik al een hele tijd in. Toen de studenten aangesloten werden met die leraren. Ja, dat voel ik persoonlijk echt geweldig. Daar word ik nou nog emotioneel van. Dat zijn de mooiste dingen. Ik heb ook echt absoluut tot de planning staan. Op het moment dat de pandemie een beetje move is, dan ga ik zeker in Afrika kijken. Een paar weken in Afrika gewoon eens kijken. Dus eigenlijk in Ethiopië, waar ze met die blockchain van Cardano bezig zijn en zo. Gewoon eens kijken en vragen hoe dat het is voor die mensen en zo. Dus ja, nogmaals, praat zeker met me mee. Er komen ook zeker in de loop van de tijd meerdere video's. Ik heb het goed naar mijn zin op YouTube. Dus daarom maak contact met me. Dan heb ik het waarschijnlijk nog meer naar mijn zin. En dan komen er vanuit jullie informatie en ideeën, wat je me ook geeft, voor mij ook weer meer inspiratie en dingetjes over kunnen praten. En wie weet worden de bepaalde dingen opgepikt door bedrijven of instanties of corporaties, whatever dat het zijn, of individuen, dat ze er iets mee kunnen en gaan iets bouwen. Ik wil best wel voorop lopen om in Afrika iets te doen. Ik sta open om met bedrijven in gesprek te gaan om dit soort dingen te bedenken. Of dat het ook daadwerkelijk een haalbare case is.
wil daar mijn tijd en energie best in stoppen. Dus nogmaals, als je als coöperatie kijkt, als individu, wat het ook is, welke entiteit dat je hebt. En je wil met mij het gesprek aan, dan laat het maar weten. Dus ja, wat ik zeg, dan zou je dus complete regio's kunnen ontwikkelen. Mijn voorkeur ligt dan in Afrika. Maar er zijn meerdere plekken in de wereld waar je iets kunt doen. En uiteindelijk gaat het maar om één ding, denk ik. Dat is meer gelijkheid. Meer gelijkheid is balans. Yin en yang. En balans brengt sowieso meer vrede. Dat sowieso. Dus ook minder racisme en zo. En de haat, weet je wel. Het disrespect en de cancel onzin allemaal en zo. Weet je wel? Hoeft niet. Hoeft niet. We moeten met z'n allen gewoon kunnen debatteren over de problematiek die er is. Zonder dat we boos worden op elkaar. Dus de emotie buiten de deur. Gewoon het punt pakken wat het is. Niemand is daar verantwoordelijk voor. We hoeven niet te wijzen. Maar we moeten wel veranderen. En de tijd van veranderen is in onderhand wel gekomen. We hebben te lang gewezen met z'n allen. Toen we al generaties lang. Heeft hij gedaan? Nee, mijn opa. Ja, makkelijk. Om zo te redeneren. Heel de dag. Dus... De tijd van stoppen met wijzen. Want als je wijst en je draait je hand om, hoeveel vingers wijzen dan naar jezelf? Dat is alleen zo'n ding. En nogmaals, je komt niet vooruit. Het heeft geen zin. En laten we nou eens kijken of we nog iets kunnen veranderen. Zeker ook voor de mensen na ons en de kinderen die al geboren zijn. Het is al penibel met deze wereld. Ik weet niet of jullie het allemaal een beetje in de gaten houden qua milieu en zo. Seaspiracy op Netflix. Zeker een aanrader om eens te kijken. Het gaat over de zee en alles wat er in de zee zit. En wat we ermee doen. Laat ik zeggen, het is niet positief. En het is een 35 miljard dollar industrie op jaarbasis. En ik denk dat het vrijwel allemaal illegaal is. Die verdiensten. Seaspiracy, Netflix. Om maar nog iets anders mee te geven. Er zijn genoeg dingen om naar te kijken. Word er niet boos van. Of verdrietig mag je van mij gerust worden. Maar maak jezelf niet boos. Want... dat heeft geen zin. Verzamel dat. Nogmaals, als je geïnteresseerd bent, verzamel die energie in jezelf. Center het bij de rest. En probeer er eerst eens wat gedachtegoed aan te creëren. Van hoe kan het? Probeer eens te begrijpen waarom de wereld gegaan is zoals dat die gaat. Ik probeer van mijn kant mijn steentje bij te dragen. En wat ik al zei, reageer in de comment secties. Maar ook op Instagram of op Twitter. Laat het maar gewoon weten. En ja, wat ik zeg. Ik ben heel positief voor de toekomst. Maar dat moet ook. Anders houdt het een keer op. En dat willen we niet. We willen de toekomst voor de kinderen. Komen er nog genoeg. Er worden nog altijd geboren. Dus we hebben allemaal de verantwoordelijkheid. Allemaal. En ik ben niet degene om dat tegen iedereen te moeten zeggen, denk ik. Maar zo sta ik er zelf wel in. Ik besef dat er genoeg te doen is. En ik probeer op mijn manier mijn steentje bij te dragen. En als we allemaal wat doen. In ieder geval melding maken van jongens, het gaat fout. En we leggen een beetje uit aan andere mensen die we kennen wat het is. En je adresseert de mensen van kijk eens naar zo'n Seaspiracy. Of kijk eens een keer bij Jack op YouTube of zo waar hij het over heeft. Het is een mafkees, maar goed. Komt af en toe wel wat zinnigs uit. ja, doe ermee wat je wil nogmaals. Vrije wereld jongens. Freedom of speech tot een bepaalde hoogte ook natuurlijk. En daarom maak ik deze content. Ik hoop dat jullie het interessant vinden. Ik hoop dat ik jullie heb mogen, nou weet ik niet, misschien wel fascineren. Ik ben zelf al heel erg gefascineerd door de crypto-industrie. Dus mij houdt het iedere dag bezig, 24/7, 7 dagen in de week. Ik laat jullie hiermee. Bedankt voor het kijken. Vergeet, voordat ik het vergeet, niet te abonneren. En ram alsjeblieft op de like-button, jongens, van de video's. Ram hem helemaal bont en blauw. Doe dat voor mij, doe dat voor de community. Dan groeien we, dan krijg je meer attentie, krijg je meer aandacht. En wie weet staat er dan eerder wel een coöperatie aan mijn deur die zegt... Jack, kunnen we niet eens een keer praten, want het klinkt best leuk. Maar zullen we het eens uitrekenen of dat het ook echt kan? Dan zou mijn dag helemaal maken. Dus abonneren, rammen op de like. Reageer alsjeblieft. Laten we eens kijken of we de wereld kunnen veranderen met z'n allen. Ciao.